Je kunt vast niet met twee ballen tegelijk. Ha, let maar eens op, mannetje. Cricket groen, hoe vond je? Wat is... alsof iemand in mijn oor stond te tetteren. Ik was al bang dat ik er niet meer uit zou komen. Wat komt er nu net aan mijn oor gekropen? Ikke! Nee, hè? Ben je dat nou? Dit is echt zo onhandig. Oh, top. Daar heb je koning Pretbederver. Cricket Groen, onvoorstelbaar dat je je eigen lieve zusje hebt bezwendeld. Dat was een uur of twee geleden. Waarom was je er toen niet bij? Ik wilde wel, maar iemand had me vastgebonden en voor dood achtergelaten. Hoe dan ook, je zusje bedriegen is het laagste wat je kon doen. Gelukkig is het nog niet te laat voor je, Cricket. Als je het geld weer teruggeeft, wordt het je allemaal vergeven. Dat wordt een beetje moeilijk. Ik heb nog maar één kwartje over. Tja, met één kwartje kun je nog niet zoveel, maar... Wacht, wat ga je nou doen? Nee, Cricket, nee! Lekker, Knul. Jij bent een monster en jij bent hard onderweg om er ook eentje te worden. Oh, kom op! Luister goed, Cricket Groen. Wil jij echt deze kant uit? Als jij het niet goed maakt met jouw zusje, dan zal ik je voor eeuwig blijven lastigvallen. Ik ga aan je tenen trekken als je in bed ligt. Ik kauw op je oren en maak rare geluiden. En ik sla je op je pips. Hé, dat is mijn privébezit. Nu begin ik jou echt zat te worden. Oh, wil je dat ik wegga? Als jij het geld van Tilly terugverdient, ben ik weg in een flits. Deze pot moet vol tot de rand. Prima.